En we hoorden net al even wat, uh, wat records die er genoemd werden: van nou, drie jaar droogte achter elkaar, dat is een wake-up call. Deze maand, maart, misschien wel de droogste. Nou ja, en uiteindelijk, onder deze droge omstandigheden, weten we dus dat we zeker op de nou ja, droogtegevoelige percelen, of percelen waar niet beregend kan worden, de grasoogst dus onder druk gaat, gaat staan. Nou, en willen we onder deze droge omstandigheden toch uh, droogtetollegrant Gras kunnen aanbieden, hebben we daarvoor juist de, de, de samenwerking op, opgezocht met het uh, Deens onderzoeksbedrijf uh, Radimax. Nou, Radimax is een, uh, een onderzoeksfaciliteit die met het oog op klimaatverandering veel onderzoek doet naar uh, de droogteresistentie van grassoorten. Nou, daarbij kijken ze niet alleen maar naar de bovengrondse groei, maar ze kijken ook heel duidelijk naar de ondergrondse groei. Hoe ziet die wortelontwikkeling uh, eruit? Hoe ziet die wortelarchitectuur eruit? En al die data samen. Die, uh, die presenteren ze dan en kunnen wij betere grasmengsels samenstellen. Nou, dat er veel variatie in zit, dat zie je eigenlijk al op die foto die we hier in beeld zien. Je ziet al veel verschil in kleur onder de droge omstandigheden. En reden voor ons om eens wat dieper in die, uh, in die onderzoeksmaterie te gaan duiken. Nou, hoe werkt nou zo'n uh, zo bedrijf als, uh, of zo'n onderzoeksfaciliteit, Radimax? Die beschikken over V-vormige putten, uh, tot en wel zo'n beetje drie meter diep. En daarbovenop worden de grassen geteeld op een uh, met aarde gevuld uh, nou ja, uh, kuil, een put zeg maar. Um, en de vochtvoorziening die vindt alleen maar plaats vanuit onderuit. Dus die capillaire werking moet omhoog. Dus um, op die manier, dat wanneer je alleen maar de vochtvoorziening van onderuit krijgt, dan moet op het diepste punt moet bijvoorbeeld een wortel wel drie meter diep gaan wortelen, wil het bij het vocht kunnen. Nou wortelt zo'n gewas niet diep genoeg, dan zie je bovenop direct een, uh, een gewasreactie in de vorm van bijvoorbeeld nou, dat de gewasgroei achterblijft, verkleuring of in het gekste geval dat het helemaal verdroogt. Willen we nog wat meer weten van die uh, uh, wottelarchitectuur... dan hebben ze daar daarvoor ook plexiglasbuizen langs uh, die schuine kant naar beneden getrokken... waarbij ze dus ook opnames kunnen maken van die wottel. Ze kunnen zien hoe nou, robuust dat die wottel is, hoeveel vertakkingen dat er zijn... maar vooral ook hoe diep dat die wottelt. Nou, al deze informatie samen, die hebben we omgezet naar een soort droogtetolerantiecijfer. Um, en wat daarbij opvalt is dat we... ...de Vesteloniums in dit stuk uh, bijzonder goed scoren op, uh, op de droogtetolerantie. Dus die geselecteerde groep Vesteloniums... ...die maken dan ook deel uit van een nieuw mengsel... ...die we dit voorjaar hebben geïntroduceerd. En daarin zitten dus ook die Vesteloniums verwerkt.